Je kunt niet echt naar iemand luisteren en tegelijkertijd iets anders doen. M. Scott Peck. Goedendag, ik ben Brinowski. Welkom bij mijn YouTube kanaal. Een kanaal dat gaat over groei en positieve motivatie door middel van citaten. Je kunt niet echt naar iemand luisteren en tegelijkertijd iets anders doen. M. Scott Peck. Wat zeg je? Ik heb je gehoord, maar niet naar je geluisterd. Hoe vaak horen we, maar luisteren we niet naar anderen? In mijn groeitraject heb ik geleerd dat er verschillende manieren van luisteren zijn. 1. Negerend luisteren. Daar is er geen oogcontact. Je bent niet echt bij in het gesprek. Er is geen interactie. 2. Doen alsof. Niet met je gevoel en aandacht erbij zijn. Ik hoor wat je zegt. 3. Selectief luisteren. Je bent eigenlijk alleen geïnteresseerd in jezelf, dus je luistert alleen naar wat de persoon zegt, om daarop weer te reageren. 4. Attent of oplettend luisteren. Daar begin je al naar de inhoud van de persoon te luisteren. En 5. Empathisch luisteren. Dat is luisteren naar de inhoud, maar ook naar het gevoel van de ander. Als jij andere stijlen van luisteren kent, deel die met mij in het commentaar hier beneden. Ik wil ook graag van jou leren. Om anderen beter te begrijpen of om een connectie te maken met een kleinkind tot een senioren burger, is attent of beter empathisch luisteren een belangrijke sleutel. Tijdens mijn traject als dialoogbegeleider heb ik via een videoschets geleerd hoe belangrijk empathisch luisteren is. De video ging als volgt. Een vader kwam bij een dokter omdat hij zijn zoon beter wilde begrijpen. Hij had wat moeite te connecten met zijn zoon. De vader zei tegen de dokter: "Doc, ik begrijp mijn zoon niet. Hij wil niet naar me luisteren." Zei de dokter. "Herhaal het nog eens." Vader zei: "Doc, ik begrijp mijn zoon niet. Hij wil niet naar mij luisteren." De dokter zei: "Nogmaals, wat is precies het probleem?" "Doc, ik begrijp mijn zoon niet. Hij wil niet naar mij luisteren." De dokter zei: "Ha, daar zit hem. Als jij jouw zoon wil begrijpen, dan ga jij naar hem luisteren." Miscommunicaties en ruzies kunnen voorkomen worden als we de tijd nemen om beter naar elkaar te luisteren. Niet alleen naar de inhoud, maar ook naar het gevoel van de anderen. Probeer het vandaag eens. Als je met iemand praat, luister echt naar wat de persoon zegt. Luister naar de inhoud en het gevoel. Heeft de persoon een hoge toon, een lage toon, een beetje enthousiast, niet enthousiast. Probeer jouw gedachten bij het gesprek te houden. Door oogcontact, door geen zinnen of meningen in je hoofd te vormen terwijl de andere praat, maar echt te luisteren naar wat de andere zegt. Dit kan de eerste keer uitdagend zijn, maar kan door oefening een grote waarde zijn in jouw groei en in het maken van betere relaties. Door empathisch te luisteren ga je anderen beter begrijpen en kunnen betere banden ontstaan. Misverstanden zullen er zelden zijn en als die er echt zijn, kun je door middel van luisteren beter en sneller tot een oplossing komen. Dus, zet je telefoon weg en luister naar jouw kleine als die jou wat wil vragen. Neem de tijd om naar jouw lieve partner te luisteren als die aangeeft dat ze iets met jou wil bespreken. Ik kan me voorstellen, na een dag hard werken, dat je niet helemaal in de luisterstemming bent. Als dat het geval is, zou ik adviseren het aan te geven. Bijvoorbeeld als ik thuis kom, zeg ik tegen mijn vrouw: "Liefste, geef me wat tijd om even te landen en dan ben ik met mijn volle aandacht aanwezig bij jou." En doe het dan ook. Ik kan me voorstellen als je kleintjes hebt, dat het uitdagender kan zijn, maar daar heb ik nog geen ervaring mee. Wie weet in de toekomst wel. Als jij wel ervaring daarmee hebt, laat mij weten hoe jij dat doet. Wat ik wel weet is, je kunt niet echt naar iemand luisteren en tegelijkertijd iets anders doen. M. Scott Peck.
Voordat ik deze video beëindig, wil ik mijn lieve moeder Moetie Moeke bedanken om altijd de tijd te nemen om naar mij te luisteren. Mams, uw empathisch luisteren heeft bijgedragen in mijn groei. Dank daarvoor. Vond je dit nu een motiverende video? Geef dan zeker een duimpje omhoog. Dat is goed voor het YouTube kanaal en zo weet ik ook wat jij leuk vindt. Ken jij iemand die inspiratie of motivatie nodig heeft? Deel deze video met ze, want wie weet geeft deze video hun hoop. En ik geloof, hoop doet leven. Ik maak elke week één video dat gaat over groei en positieve motivatie door middel van citaten. Dat doe jij en ik samen door eigen ideeën, gedachten en zienswijzen met elkaar te delen. Dat zie ik als de sleutel voor groei. Dus, abonneer of subscribe op dit kanaal om nooit een nieuwe video te missen. Ik wil je bedanken voor het kijken en zie jou bij de volgende video, Lobby. Je kunt niet echt naar iemand luisteren en tegelijkertijd iets anders doen. M. Scott Peck.